Maan de Steenwinkel staat tegenwoordig volop in de schijnwerpers, vooral door de veelbesproken geruchten over haar privéleven. Nu wordt ook haar muzikale carrière onder de loep genomen. Onlangs was Maan te gast bij Humberto Tan, waar ze werd geconfronteerd met roddels die circuleren op verschillende juiste kanalen. Deze geruchten suggereren dat het niet goed met haar zou gaan en dat ze mogelijk betrokken zou zijn bij het gebruik van verboden middelen. Maan reageerde met een ontspannen houding, het gaat geweldig met mij. Ik lig met een kokosnoot op het strand, terwijl deze verhalen rondgaan. Ze benadrukte dat de beschuldigingen niet over haar gingen, wat haar gefrustreerd maakt. Ondanks de onjuiste berichten houdt ze vast aan haar eigen waarheid en vermijdt ze om zich te veel te laten beïnvloeden door de roddels. Het leven als popster kan moeilijk zijn, vooral als je voortdurend wordt geconfronteerd met sensationele verhalen over je privéleven. Recentelijk is niet alleen haar persoonlijke leven onderwerp van discussie, maar ook haar muziekcarrière krijgt kritiek. Volgens een recent artikel in het AD lijken de gouden tijden van Maans muzikale succes een stuk verder weg. Haar nieuwste singles halen slechts enkele honderden duizenden streams, terwijl miljoenen streams eerder de norm waren. Dit wordt toegeschreven aan haar beslissing om een nieuwe muzikale richting te kiezen, die nog niet het gewenste succes heeft opgeleverd. De nieuwe stijl van Maan is minder pop en minder meisjesachtig dan voorheen, wat wellicht bijdraagt aan de huidige kritiek en lagere cijfers. Deze situatie illustreert hoe uitdagend het kan zijn om als artiest te navigeren tussen persoonlijke roddels en professionele kritiek, vooral in een tijdperk waar publieke opinie vaak bepalend lijkt te zijn.